Juf Noor en Ralf lopen naar het kamertje van juf Noor. Als ze aan de tafel zitten, vraagt juf, word je vaak geplaagd, Ralf? De 10-jarige Sophie uit Arnhem heeft dyslexie en is een van de professors tijdens de kinderpromotie. Ter voorbereiding van haar rol als kinderprof heeft ze het boek Een kroon voor een kanje goed gelezen. Het boek gaat over een jongetje, Ralf, die heeft dyslexie en daardoor wordt hij gepest door twee meisjes. Het boek is voor begrip, maar heeft ook een boodschap. Door veel te oefenen wordt de dyslexie minder. En door het oefenen word ik wel steeds beter, omdat ik het steeds vaker doe. Samen met 9 andere kinderen dook Sophie in een toga. Om onderzoekster Lisbeth Tilanus aan de tand te voelen. Die promoveerde op haar onderzoek naar dyslexie. Voor de kinderen moest de gedragswetenschapper laten zien dat ze de titel van dokter verdient. En dys betekent dat je iets niet zo heel goed kan. En lexie heeft te maken met lezen of met woorden. Maar als je dan zo'n aula vol, zo'n academiezaal vol met kinderen hebt, ja, dan gaat je hart echt sneller kloppen en dan maakt die stiekem ook wel een beetje een sprongetje. En de kritische vragen van de kinderen doorstond ze goed. Hoe kom je aan de titel? Aan het einde van mijn proefschrift, van mijn academische proefschrift, zeg ik van, nou, dit werk is, of dit proefschrift is eigenlijk een kroon op mijn werk. Vandaar ook een kroon voor een kanjer. En die kanjer in het kinderboek, dat is Raf. Een jongen met dyslexie die zoveel heeft geoefend en die ook heel veel aanzien heeft gekregen.